Er vroeg eens een vrouw aan mij van hoe spreekt God eigenlijk tot mensen? Dat is best een interessante vraag natuurlijk. Hoe spreekt God tot mensen? Misschien kun je daar geen antwoord op geven. Dat doet hij soms door een droom of door een visioen. Of soms door een lied. Maar meestal door zijn woord. We hebben net al gehoord in de getuigenissen dat God spreekt door zijn woord. Dan raakt het je hart. Dan komt die tekst eruit. Dan denk je, hé, wat is dit? En dan kan het ook zijn dat het ietsje bezighoudt, een bepaald onderwerp of vraag in je leven. Dat je zegt, Heer, hoe moet dat? En dan in één keer, dan kan het tot je hart spreken, het woord. En als dan je hart ervoor open staat, zegt de Heer, ik wil graag doen wat u van me vraagt. Spreek tot mij. Uw knecht hoort. En dan gaat God dat ook zeker doen. En ik weet niet waar je de laatste half uur met je gedachten hebt gezeten. Maar laten we even stil zijn, zodat we onze gedachten kunnen richten op God. Als hij tot ons wil spreken door zijn woord. Dan zal ik een gebed uitspreken. Ja, Heer, we willen onze gedachten richten op U. En Heer, als U wil spreken door Uw woord, spreek dan tot ons hart. Door dit woord heen. Zoals U vroeger de profeten gebruikte om woorden van U door te geven, zo gebruikt U sprekers, evangelisten, dominees, of zo uit het woord, Heer, in onze stille tijd, en dan spreekt U tot ons. En Heer, dan bid ik, Vader, ik weet niet hoe dat we hier naartoe zijn gekomen. Misschien wel met een hart vol zorgen of blijdschap of met dingen van de wereld die ons bezighouden. Dat alles van ons af zal vallen en dat we gericht zullen zijn op U. Heer, kom met uw Heilige Geest. Ik heb u nodig, Heer. En spreek tot ons hart, Vader. In Jezus' naam. Amen. Pas zei iemand tegen mij, jij hebt altijd zoveel ideeën, maar niet alle ideeën komen uit. En dat klopt. Ja, ik mag Willemiens naam niet meer noemen, dus dat zal ik niet meer doen. Maar dat klopt, want ik heb vaker ideeën, maar uiteindelijk komen ze niet altijd uit. Ik weet niet hoe dat er met jullie is. En dat heb ik ook wel als ik een boek lees. Dan begin ik aan een boek en dan ben ik heel enthousiast met dat boek bezig. En dan op een gegeven moment dan ligt dat boek ergens. En dan na verloop van tijd denk ik, ik ga dat boek weer pakken en dan heeft iemand het in de kast gezet. Dan is het weer weg. He, dus, en dan uiteindelijk blijft het daar weer staan en dan begin ik weer met een volgend boek. En ik moet me dan echt ertoe zetten, als ik dan zo'n boek begin, dat ik echt zeg van nou, en nu ga ik hier aan beginnen en nu ga ik het ook uitlezen. Want ik wil gewoon weten wat daarin staat. Zo kun je ideeën ook hebben. Dat je plannen hebt, bijvoorbeeld met je huis of met je tuin en of met je hobby en dat je geweldige ideeën hebt en dat vormt zich in je hoofd. En je wordt er blij en gelukkig van, want je denkt, dat ga ik zo doen. En misschien heb je iets op papier gezet. En dan denk je van, dat geeft energie. En je wil het uit gaan voeren, maar op een of andere manier lukt dat gewoon niet altijd. Of je komt er niet aan toe. Of je zit in het werk en dan halverwege op een of andere manier stopt het. Het kan ook zijn met je opleiding. Je hebt heel veel zin om een opleiding te doen. En je begint eraan. En na verloop van tijd, ja, je maakt het niet meer af. Het enthousiasme wat je ervoor had. Ja, uiteindelijk is dat weg. Dat vloeit gewoon weg. Of je hebt er niet meer de energie voor. Of er zijn heel veel andere dingen die belangrijker worden voor jou. Heel veel ideeën. Mensen beginnen een eigen bedrijf. Ze gaan naar de Kamer van Koophandel. Ze starten. Of sterker nog, ze komen nog niet eens aan het starten toe. Want op een of andere manier, het lukt gewoon niet. En zo zijn er heel veel dingen in ons leven wat begint met een idee, met inspiratie, wat we anderen zien doen en denken van dat wil ik ook. En we beginnen eraan en we maken het niet af. Dat is niet altijd erg natuurlijk, want je kunt beginnen aan een opleiding en na verloop van tijd erachter komen van nee, dit past echt niet bij mij. Of je begint aan iets en je denkt hier heb ik zin in, daar ga ik voor en het vormt zich al helemaal in je hoofd hoe dat je het gaat maken. En je begint eraan en uiteindelijk kom je erachter van ik kan dit helemaal niet, ik kan dit niet. Het lukt gewoon niet. Ik heb mezelf te hoog ingeschat. Ik dacht dat ik dat kon, maar het is gewoon niet gelukt. Dus het werk komt niet af. Tegenslagen.
in je, er komen tegenslagen en dan denk je van nou, hè, er komt zoveel weerstand dat het gewoon niet lukt om het af te maken. Dat gebeurt ook. Dat is allemaal niet erg. Daar kunnen we ook van leren. Je ziet het ook in het Koninkrijk van God. Zeker als je net tot geloof bent gekomen. Heb je vreugde en blijdschap. Dan denk je, ik ga de Heer dienen. En je ziet dat er heel veel werk is in zijn Koninkrijk. En je gaat vol enthousiasme daaraan beginnen. Misschien wel met een beetje het gevoel om de slechte jaren die je hebt geleefd te compenseren. En door God gelijk te worden, dat speelt soms ook wel eens mee. Maar er is ook veel werk in het Koninkrijk van God. En je begint eraan. En je denkt, het is mijn roeping. Of anderen zeggen, joh, dat is jouw roeping. Die schuiven dat op jouw bord. En die denken dat jij dat kan. En je begint eraan. En op een of andere manier lukt het niet om het af te maken. Tuurlijk, er gaat ook heel veel goed. Heel veel dingen goed, maar heel veel werken zie je, dat lukt op een of andere manier niet. Ja, er is heel veel werk te doen. En God geeft ons talenten om in te zetten. Die moeten we niet begraven, die moeten we inzetten. En het is een ontdekkingstocht om te ontdekken welke talenten God jou hebt gegeven en hoe dat je die in kunt zetten in zijn koninkrijk. Daar heb je ze voor gekregen. Dus schouders eronder. Schouders eronder en met veel passie en vreugde en blijdschap mogen we het werk voor de Heer doen. Maar beginnen aan iets is één, maar afmaken is twee, ben ik achtergekomen. Dat zijn twee verschillende dingen. Soms is het eraan beginnen is niet zo moeilijk, want dat gaat soms vanzelf. Maar het afmaken, het volharden erin tot het einde, dat is weer iets heel anders. In de praktijk lijkt het zo lastig om het werk wat wij doen voor de Heer, om dat gewoon daarin te volharden, te luisteren naar wat God tegen ons zegt en om het tot een goed einde te volbrengen. Want op een of andere manier zijn er zoveel andere dingen die naar ons toe komen. Je hebt je werk, je hebt school misschien, je hebt je gezin, je kindje of kinderen, hobby's. Het kost heel veel tijd. En dan... Ja, op een of andere manier dan kan dat werk voor de Heer, dat kan er een beetje bij inschieten. Ja, je hebt toch ook nog jawel, je gewone leven, toch? Dat moet je toch ook, dat mag je toch ook leven? En dan, als er dan nog wat tijd over is, dan is dat de tijd voor de Heer. Het gewone leven moet ook doorgaan. En dan komt het niet af, het werk. En ik wil jullie meenemen naar Haggai 1. Want dat is ook zo'n voorbeeld. Waar we zien dat het werk voor de Heer niet afkomt. Haggai 1. Bijna aan het einde van het Oude Testament. Haggai 1, vers 1 tot 14. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt... De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heer van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait, veel maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie het wordt weinig.
Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heer van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt. Terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren. Over de nieuwe wijn en over de olie. En over wat het land oplevert. Over de mensen en over de dieren. En over al de inspanningen van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere, hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarom sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Tot zover. Heel kort even, in de historische context. Het volk van Israël, we weten, die zaten in Egypte honderden jaren lang in de slavernij. Onder leiding van Mozes trokken ze naar het land Kanaan. Mozes, die schreef een afscheidsbrief, Deuteronomium. En in Deuteronomium 28 kunnen we lezen dat Mozes het volk Israël voorhoudt de keuze om God te dienen of hun eigen leven te leven. En hij zegt, als je God gaat dienen, dan zul je ontelbaar worden als de sterren. God zal je zegenen in het land dat hij je zal geven, vol van, in overvloed van melk en honing. Maar je moet je niet vermengen met de volken daar. Want als je God verlaat en je gaat de afgoden dienen, de afgoden van de volken daar, dan zul je zien dat je de zegen mist. Dan zul je zien dat God je zal gaan straffen. En dan trekken ze het land Kana in, en dat is ongeveer 1260 voor Christus, en dan gaan ze daar wonen. En dan gaan er honderden jaren voorbij, tot ongeveer 600 voor Christus. En in die generatie op generatie zie je dat het volk van Israël hun eigen weg gaat. Ze schuiven God aan de kant. Ze zijn vergeten wat hij heeft gedaan. En ze gaan zich vermengen met de volken daar, vermengen met de wereld. En ze gaan ook de afgoden van hun dienen. En we weten, dan stuurt God richters. En die houdt ze dat dan weer voor. Je moet de Heer dienen, dan bekeren ze zich weer, dan is God weer genadig. En zo herhaalt dat zich. Maar dan na 600 jaar, dan zegt de profeet Jeremia, in hoofdstuk 25 kunnen we dat lezen, dan profeteert hij en dan zegt hij, de straf zal komen. God gaat jullie wegvoeren en jullie zullen 70 jaar in ballingschap leven. En dat gebeurt ook. Ze worden weggevoerd. Jeruzalem wordt verwoest. De geweldige tempel van die Salomo heeft gebouwd voor de Heere, die wordt verwoest. En ze worden weggevoerd uit hun land. Jeremia had ervan geprofeteerd. En dan zitten ze 70 jaar, zitten ze in Babel. 70 jaar lang. En wat ik zo bijzonder vind, is dat in 2 Kronieken 36, God de geest van die koning opwekt, want dan wordt het tijd om terug te keren. Ik vraag me wel eens af, van wat moet God doen in ons land? Wat moet God doen in Nederland? Om de aandacht weer te krijgen. Misschien geldt het wel in jouw leven. Misschien leef je wel je leven zonder God en zit je hier. Wat moet God in je leven doen om de aandacht weer te krijgen? In 2 Kronieken 36, vers 22 en 23 lezen we dat God de geest opwekt van koning Kores. En dat is prachtig. Want die koning die voelt dat volk Israël moet terug. De tempel moet weer herbouwd worden. En hij roept iedereen op. Hij zegt, iedereen die daar vandaan komt, die mag teruggaan. En dat doen ze dan ook. Onder leiding van Zerubabel en Jozua. En dit is een andere Jozua natuurlijk, als dat ze 600 jaar daarvoor in het land Kanaan zijn binnengetrokken.
Dus ze gaan onder leiding van Zerubabel en Jozua trekken ze terug, ongeveer 50.000, naar Jeruzalem. En het eerste wat ze daar gaan doen, is de boel opbouwen en ze beginnen met een altaar te bouwen voor hun God. Alles ligt in puin, maar ze zijn vol goede moed. Ze hebben geld, ze hebben goud en zilver meegekregen, want die Kores die zegt, joh, je moet ze van alles meegeven, want hebben ze nodig daar. Ze hebben weer de schat uit de tempel hebben ze meegekregen. En ze zijn vol goede moed begonnen om het huis van de Heer weer te herbouwen. Maar waar God zijn huis bouwt, en wij mogen meehelpen, dan zeggen ze wel eens, dan bouwt de Satan zijn huis ernaast. Daar komt weerstand, er komt tegenstand. Lees het maar na in Esdra 4. Daar komt echt weerstand, er komt zoveel weerstand tegen de bouw van het huis van de Heer, dat in Esdra 4 vers 24 lezen we dat het werk stil komt te liggen. Het ligt stil. Dus ze zijn allemaal druk bezig met hun eigen dingen, hun eigen huis moet opgebouwd worden. Ze moeten gewoon leven natuurlijk, daar in Jeruzalem. En dat werk van de Heer, dat komt stil te liggen. Maar het huis van de Heer moet herbouwd worden. Waarom is dat zo belangrijk? Lees het na in Deuteronomium 12. God wil bij zijn volk wonen. God wil dat er vergeving en reiniging is. Dat een Israëliet naar de tempel kan gaan. Dat hij een lammetje meeneemt. Als hij gezondigd heeft. Dat hij de hand op de kop van het lam legt. En dat het lam moet sterven in zijn plaats. God wil daar aanbeden worden. God wil gemeenschap in die tempel met zijn Joodse volk. Zoals dat ging onder het Oude Testament. Brandoffering, slachtoffers, hefoffers, vrijwillige gaven, het geven van de tiende. Het had een functie, die tempel. Dus de Heere wilde dat die tempel opnieuw gebouwd ging worden. Maar ze waren druk met hun eigen ding. Hebben we net gelezen. Jullie zijn druk. Je slooft je uit, ieder voor zijn eigen huis. Haggai 1 vers 9. Waar ze zo enthousiast aan begonnen waren, dat werk lag stil. Ja, ze waren druk. Druk met hun eigen ding. Druk met hun eigen huis. Druk met hun eigen werk. Druk met hun eigen hobby. Druk met hun gezin. Druk met hun kinderen. Ze waren overal druk mee. Geen tijd meer. Te veel weerstand. Het werk lag stil. Maar God laat nooit varen wat zijn hand begon. Wij hebben daarvan gezongen. Net kwam het in een van de liederen. Als God ergens aan begint, maakt hij dat af. In Psalm 138 vers 8 staat, de Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. God was een werk begonnen met het volk Israël. En hier komt dan het woord van de Heere door de profeet Haggai. Dus God gebruikt de profeet Haggai op dit moment. En in vers 9 lezen we dat God als het ware door Haggai wil zeggen, en ook in dat eerste hoofdstuk, van wakker worden. Mijn huis ligt verwoest. Mijn huis moet weer opgebouwd worden. Jullie zijn allemaal druk. En Haggai die spreekt dat woord tot het volk Israël. Hij zegt, jullie zijn allemaal druk met je eigen ding, maar besef je dan niet dat het belangrijkste is dat het huis van God gebouwd moet worden. Dat is... Je moet prioriteiten stellen. Doe eerst het belangrijkste en de rest komt wel. Ik heb daar ook wel eens moeite mee, prioriteiten stellen. Je hebt zoveel te doen. Dit is belangrijk. Het moet eigenlijk snel gebeuren. Dat is belangrijk, kan nog even wachten. Dit is onbelangrijk, maar moet ook eigenlijk snel gebeuren. En dit is onbelangrijk en dat heb helemaal geen haast. He, dus zo heb je allemaal verschillende categorieën. Dingen die belangrijk zijn en die snel moeten gebeuren. Dingen die belangrijk zijn en wel even kunnen wachten. Wat is nu belangrijk? Wat is nu belangrijk? Het belangrijkste moet eerst. En dat is dat het huis van God gebouwd moet worden. Jullie draaien het om. Jullie doen eerst je eigen ding. Jullie bouwen eerst je eigen huis. Zegt de profeet. In vers 4. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis nog verwoest ligt? En dan zegt hij van, ja, jullie spannen je in, maar het heeft niet zoveel nut als de zegen van God daar niet op rust. Jullie zaaien veel, maar jullie brengen weinig naar binnen.
Jullie ontvangen loon, maar in een doorboorde buidel. Je stopt het geld erin, valt er aan de onderkant weer uit. Het verdwijnt gewoon weer. Psalm 127 spreekt daar ook van. De zegen van God op het werk. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet, waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Wat is het gevolg van de oproep van God door de profeet Haggai naar zijn volk? Hij roept ze op. Nou, dat is prachtig, want dat lezen we dat ze zich opnieuw toewijden. Dus we lezen in vers 14 van hoofdstuk 1. Eigenlijk vers 12 al. Toen luisterde Zerubabel en Jozua en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere. Ze luisteren naar de stem van de Heere. Ze luisteren. Wij moeten ook luisteren naar de stem van God. Als hij tot ons spreekt. God spreekt vaak tot ons, maar vaak luisteren we niet. Maar ze luisteren. Ze luisteren en ze bekeren zich ervan. Ze beseffen dat klopt, dit klopt gewoon. We moeten ons bekeren, we moeten ons opnieuw toewijden. Ze luisteren naar het woord en ze gehoorzamen. Ze vernederen zich. Ze zeggen, Heere, we hebben gezondigd, reinig ons daarvan. Niet op onze manier, nee op uw manier. En weet je wat het gevolg daarvan is? Dat zien we in vers 14. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Prachtig. Ze luisteren naar het woord van de Heer. Ze vernederen zich voor God. Ze bekeren zich van hun weg en zeggen, Heer, we gaan het doen. En het gevolg daarvan is dat je ziet dat God de geest van hun opwekt. Dat doet hij niet daarvoor, dat doet hij daarna. Gehoorzaamheid is cruciaal hierin. Broeder, zuster, luisteraar, hoe hangt de vlag erbij? En dan wil ik onderscheid maken tussen jouw persoonlijke leven met God en de bouw van zijn gemeente. En ik weet dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is, maar ik wil het nu even apart zetten. Al loopt het natuurlijk door elkaar heen. Jouw persoonlijke leven met God. Het kwam net al naar voren. Ben je opnieuw geboren? Begin daar. Ben je opnieuw geboren? Weet je dat je een kind van God bent? Kun je dat dan zeker weten? Dat moet je zeker weten. In Romeinen 8 staat dat Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Als Gods geest dat niet doet met jouw geest, dan weet je dat je geen kind van God bent. Ik ben ervan overtuigd dat je dat weet. Je weet, als God in jouw leven gaat werken, dan weet je dat. Kun je dan nooit twijfelen? Tuurlijk kun je wel twijfelen. We hebben ook nog een boze die probeert te roven en te stelen als er wat te roven is. Maar je moet het weten. En het kan ook. Waarom? Als jij weet dat je een kind van God bent, dan krijg je ook meer de kracht van God om in vrijheid te getuigen van hem. Hoe kun je getuigen van hem? En ze zouden aan je vragen, ja, maar hoe zit het dan met jou? Ja, dat weet ik niet. God wil je gebruiken en inzetten. Maar het belangrijkste is dat je weet dat je gered bent, dat je gekocht bent door het bloed van Jezus. Dat je zijn kind bent. Dat is cruciaal. Als dat zo is, dan ben jij zijn tempel. Want de geest van God woont in jou. Wat een wonder. Gods geest neemt intrek en die gaat in jou wonen. Je bent ook nooit meer alleen. Besef je dat? Nooit meer alleen. Hij is altijd bij je. Ook al voel je het niet altijd. In 1 Korinthe 3 vers 16 en 17
Daar staat, weet u dan niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God ten gronde richt, zal God hem ten gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Als jij dan de tempel van God bent, kun je dan doen met die tempel waar je zin in hebt? De tempel van God. Dat is niet jouw tempel. Wij zijn de tempel van God. Wij behoren hem toe. Jezus betaalde de prijs en heeft je gekocht. Dus het is zijn tempel. Dan kunnen we niet alles doen met die tempel waar we zin in hebben. Kun je dan met die tempel de afgoden dienen? In 2 Korinthe 6 vers 16, daar staat, welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af. Afzondering, dat betekent geheiligd. Geheiligd betekent afzondering. God heeft jou geheiligd. Jezus heeft je gekocht. Je hebt de Heilige Geest ontvangen als het goed is. Je bent geheiligd, dat betekent afgezonderd. Afgezonderd. Afgezonderd van de wereld. Er staat in het woord, als je vriend bent van de wereld, ben je vijand van God. Als jij je net zo gedraagt als de mensen in de wereld, dan ben je vijand van God. Het gaat namelijk niet samen. Het is onmogelijk. Wereldgelijkvormigheid past daar niet bij. Afgoden past daar niet bij. Afgoden, natuurlijk denken wij dan niet aan beelden waar we ons voor buigen, maar afgoden zijn dat wat de wereld ons biedt, volop, elke dag. Wat leuk is, wat lekker is, tuurlijk, de afgoden van deze wereld. Bekeer je vandaag als het nodig is. Dit volk luisterde naar het woord van de Heer en ze bekeerden zich. Ze luisterden en ze bekeerden zich van hun weg. God wil je gebruiken, hoe druk dat je het ook hebt. Stel prioriteiten. Wat is het belangrijkste in je leven? Wat is het belangrijkste? Het huis van God moet gebouwd worden. Jouw leven met God, God wil verder met jou. De Heilige Geest wil in je werken. Afgoden, weten we, dat is een belemmering voor de geest. De geest kan daar niet doorheen werken. Wereldgelijkvormigheid is een belemmering voor de geest. Maar de geest wil met jou door, hij heeft een plan met jouw leven. Hij wil je gebruiken en inzetten, ondanks je drukte. Ik heb het ook vaak druk om mijn werk. En vorige week, toen ik voordat ik naar mijn werk ging, bad tot God. Ik zeg, Heer, ik heb een drukke agenda, maar leid me met uw geest. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik ontmoet geweldige mensen. Ik vind het leuk om commercieel bezig te zijn. Maar mijn verlangen is dat in dat werk wat ik doe, dat ik geleid word door de Heilige Geest, dat God mij kan gebruiken, want dat is voor mij cruciaal. En natuurlijk gaat het wel eens anders. Maar dat is mijn verlangen. Dat ik zeg, Heer, gebruik me in uw koninkrijk. In mijn werk gewoon. En ik had om 10 uur had ik een afspraak met een man uit het midden van het land, een vertegenwoordiger, die had mij gebeld. En hij vroeg van, mag ik eens langskomen? En ik had gezegd, dat is goed. En hij kwam bij mij langs en hij was om 1 uur of 10 bij mij. Had een uur in de auto gezeten. En ik vroeg aan hem, ik zeg, wilt u koffie? En dat wilde hij. Had in de file gestaan, dus hij ging zitten. Ik liep naar het koffieapparaat toe. En ik zei, Heer, wat wilt u met deze man? Waarom brengt u deze man bij mij? Moet ik hem over u vertellen? En toen kwamen de woorden in mij, hij heeft het recht om het evangelie te horen. Dus ik had koffie gepakt, ik kwam terug, ik zet de koffie neer. Ik loop naar mijn werkkamer, geen boekjes meer. Ik loop naar mijn auto, ik haal een boekje uit de auto. Dit deed hij speciaal voor jou. En ik ging weer terug en ik schoof dat boekje naar hem. Ik zeg, die krijgt u van mij. En ik ga zitten. En hij pakt dat boekje en hij staat naar dat boekje. En hij zegt tegen mij, waarom geeft u dit boekje aan mij? Ik zeg, nou meneer, u heeft het recht om het evangelie te horen. En u heeft het recht om te horen dat Jezus voor u aan het kruis is gestorven voor uw zonde. Dat u uniek bent, geschapen door hem. En dat hij een plan heeft met uw leven. En hij zette zijn bril af
En hij veegde de tranen uit zijn ogen. En hij zegt tegen mij, maar waarom doet u dit nu? Hij zegt, mijn leven zit in een storm. Mijn moeder ligt op sterven. Ik weet gewoon niet hoe dat ik het allemaal moet doen. En nu krijg ik dit van u. Hij zegt, maar waarom doet u dit? En toen heb ik hem verteld het evangelie. Ik heb hem verteld over Jezus. Ik heb hem verteld van het levende water uit Johannes 4. Ik zeg, je kunt drinken van het water van de wereld, maar je zult dorst houden. Maar hij kan jou het levende water geven. Ik zeg, God roept je. En we hadden een gesprek van een uur. Toen zegt hij tegen mij, ik ga al mijn afspraken afzeggen. Onmiddellijk, zegt hij. Hij zegt, en ik ga naar mijn moeder toe. Ik zeg, is ze gelovig? Hij zegt, ze bidt elke dag. Hij zegt, maar ik weet, ze is bang om te sterven. Ik zeg, nou, ga naar haar toe, download een app, een Bijbel-app op je telefoon en lees haar voor Romeinen 10. Schreef hij op. En ik zeg, voordat je nu weggaat, zal ik je eerst het laatste stukje van Johannes 4 nog voorlezen. Die vrouw die een ontmoeting had met Jezus, die voelde in haar hart, hier gebeurt iets. En ze liet haar waterkruik staan en ze ging naar de stad en ging de mensen over Jezus vertellen. En ik zeg, dat is wat jij nu doet. Je laat je werk voor wat het is. Je zegt al je afspraken af en je gaat naar je moeder en vertel haar over Jezus. En ik zeg, ik zal voor je bidden. En ik had voor hem gebeden. God gebruikt mij in mijn werk. God wil jou gebruiken op de plaats waar je staat. Misschien op een hele andere manier. Maar het is belangrijk dat we dan niet bezig zijn met alleen maar ons eigen ding. Zoals het volk Israël alleen maar bezig was met hun eigen ding. Maar dat we mee mogen bouwen in het koninkrijk van God. De gemeente van Jezus Christus 2. We hadden het net over jouw persoonlijke leven. Wij zijn levende stenen, zegt 1 Petrus 2, die samen een geestelijk huis vormen, waarvan Jezus de hoeksteen is. En wij mogen meebouwen. In Efeze 2 vanaf vers 19 staat het zo. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Hij bouwt en wij bouwen mee. Wij zijn zijn medearbeiders. Wij met elkaar. En God geeft ons wat nodig is om zijn huis te bouwen. Als je leest in Esra 1, toen koning Kores zei jullie moeten gaan, dan lees je in vers 6 en 7 wat ze allemaal meekrijgen. Dat is onvoorstelbaar. God bewerkt het in de geest van koning Kores. Hij zegt, jullie moeten aan de gang. De tempel moet weer gebouwd worden. En God stuurt ze niet met lege handen. Nee, ze krijgen goud, ze krijgen zilver, ze krijgen de schalen uit de tempel van Salomo. Alles krijgen ze mee. God faciliteert ons. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. Hij stuurt jou en mij niet met lege handen op pad. Dus, wat gaan we doen? Als het nodig is, opnieuw toewijden aan de Heer. Ons bekeren, vernederen voor Hem. Alle rotzooi uit je leven, ruimen wat niet bij de heilige tempel past. Dingen in ons leven die absoluut niet passen bij een, zoals God ons gebruikt als tempel, vervuld met zijn heilige geest. Jij weet wat het is. Weg ermee. Mouwen omhoog, schouders eronder en het werk afmaken waarvoor God ons geroepen heeft. Jou persoonlijk, misschien hier in deze gemeente, misschien in een andere gemeente. Voor sommigen geldt, het werk is stil komen te liggen. En de Heere zal je zegenen. Dat is een absolute zekerheid. Kijk maar even met me mee in Haggai 2. Vanaf vers 16. Dan komt er dus een ommekeer. Hoe was het eerst?
kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam hij bij een perskuip om 50 maten uit de wijn te pers te scheppen, dan waren het er maar 20. Het viel allemaal tegen. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel. Al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op. Vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Psalm 127, de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Stel prioriteit wat het belangrijkste is. Doe dat het eerste. Eerst het werk van de Heere in jouw leven. Eerst het werk van de Heere in de gemeente. En hij zal ons zegenen. Hij zal jou zegenen. Daarna de rest. En laat je niet ontmoedigen. Laat je niet ontmoedigen. Tuurlijk komt er weerstand. Maar kijk ook niet naar het verleden. Of naar grotere gemeentes. Of naar een andere broeder die veel verder is. Of naar een andere zuster die veel meer werk mag doen in het leven van de Heer. Kijk daar niet naar. Weet je wat er staat in Haggai 2 vers 3? Wie, zegt de Heere, is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Er was dus een generatie die de tempel van Salomo hadden gezien, geweldig. Die waren weggevoerd, maar die waren nu weer teruggekomen. Die dachten, wat heeft dit allemaal voor zin? Die tempel, die tweede tempel, schiet gewoon niet op. Wat heeft dit voor nut? Het was zo'n geweldige tempel en nu deze tempel. Die kan niet in de schaduw staan. Moedeloos werden ze ervan. Als je terugkijkt naar het verleden, als je opkijkt naar anderen, dan kan dat je moedeloos maken en je verlammen. Dat moet je niet doen. Want weet je wat nou zo heerlijk is? In Haggai 2 vers 9, daar zegt God, de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven. Onze vredevorst. In het gebed kwam het al naar voren. Onze vredevorst zette zijn voeten in deze tempel. Jezus zette zijn voeten in deze tempel. Dus laat je niet ontmoedigen. Perfectionisme trekt je ook naar beneden. Soms kun je denken, het is niet perfect. Dat kan al zijn met het maken van muziek bijvoorbeeld. Dat je denkt van ja, maar als ik naar andere gemeenten kijk, geweldig muziekteam, is prachtig, allemaal perfect. Dan denk je, wie zijn wij? Dat trekt je naar beneden. Ik dacht dat met preken. Dan was ik een preek aan het voorbereiden, keek ik naar een andere preek of zo en dan was ik informatie aan het zoeken. Dan dacht ik, Henk, stop maar joh, wie ben jij om te preken? Die man die heeft 4 jaar theologie gestudeerd, die heeft van alles gedaan, moest je horen dat ik kan preken. En jij, makelaartje, jij moet gaan preken? En dan moest ik echt op mijn knieën en dan zeg ik, Heer, kom met uw geest, leid me, want ik weet het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. En uw woord moet open. Het mag imperfect zijn. Waarom moet het perfect zijn? Wij mogen toch gewoon dienen, zoals we zijn met de gaven die God ons heeft gegeven. En wees niet te ambitieus. Soms kunnen we zulke grote doelen stellen, maar het mag best wel iets minder. Er is veel werk, maar één klein stapje vandaag is een stap. Ook in je eigen persoonlijke leven. Als je zegt van ja, maar ik kom helemaal niet aan die stille tijd toe en het is veel te druk en het is veel te chaotisch. Eén tekst die je leest. Even tussen de bedrijven door, is een woord van de Heer. Dus laat je niet ontmoedigen. Zet kleine stapjes. God ging die tweede tempel vullen met zijn heerlijkheid. Jezus zette zijn voeten in die tempel. Had hij niet gedaan in de tempel van Salomo, de geweldige grote tempel. Het is in onze ogen soms zo anders. Als dat wij kunnen zien. Gods plan kan soms zo anders liggen. Hij wil ons gebruiken. Luister naar dit woord
Bekeer je als het nodig is. God zal jouw geest opwekken. He, zoals hij deed bij het volk. Ze bekeerden zich. Het gevolg was ervan dat God hun geest opwekte. Zowel van de leiders als van het volk. En ze kregen nieuwe energie. En ze gingen aan de gang. En ze zeiden, we gaan het werk gaan we afmaken. Gaan we voltooien. En dan zie je dat de Heer je zal zegenen. Amen. Ik zal nog een gebed uitspreken. Hemelse Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel, Heer, dat u sprak tot het volk door de profeet Haggai. Heer, en dat u ook door dit woord tot ons wil spreken. Vader, tot ons persoonlijk, tot het werk wat we mogen doen voor u. En dan bid ik, Heer, dat we ons oog gericht zullen houden op u. En dat we prioriteiten zullen stellen in ons leven. Wat is nou het belangrijkste? En ja, Heer, we weten het. Uw werk, dat is het belangrijkste. Onze relatie persoonlijk met u, dat is het belangrijkste. Zoals u zei tegen Martha en Maria, dat voorbeeld in uw woord. Martha, Martha, je maakt je om zoveel dingen druk. Maar kijk nou naar Maria. Je heeft het beste deel gekozen aan de voeten van Jezus. Heer, leid ons met uw geest. Vader, ik wil mijn broeders en mijn zusters en de gasten zegenen in uw naam. En ik bid, Heer, dat we alle zo tot zegen mogen zijn. Heer, we leven in een hele duistere wereld. Maar Vader, wij mogen het licht zijn. Omdat u werkt met uw geest in ons. Omdat we de tempel zijn van uw geest. En dan bid ik, Heer, daar waar we binnenkomen of waar we ontmoetingen hebben, dat de mensen Jezus zullen zien in ons, Heer. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.